Welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het Brigitta en vandaag kijk je naar dag 6 van de Holiday Advent Collab 2022, georganiseerd door Poet Spice. De uitleg van deze samenwerking kun je terugvinden op video 1 op 1 december, waarin ik alles uitleg. En wil je kans maken op mijn giveaway aan het einde van deze maand? Dan zie ik graag een reactie tegemoet op deze video en op alle andere video's die ik maak deze 24 dagen in december voor deze event samenwerking. De kaartjes vandaag die je al ziet liggen heb ik gemaakt op een mini slimline formaat. Deze mini slimline stanzen set is van Creative Craft Lab. Ik heb hem al wat vaker laten zien. En de papieren die ik gebruikte op de achtergrond, dus de donkerblauwe kaart en het rode met het sterretje, deze zijn van The Craft Sensations van The Action. En de rode komt uit deze I'll Be Gnome for Christmas. En die zijn dus allebei van dit jaar. Het zijn nieuwe paperpads. En dit is de Time for a Fabulous Christmas Together. Die is zo prachtig. Kijk, zulke mooie donkere designvellen met gouden accentjes. Of wit. Helemaal geweldig voor mooie kaarten. Ik heb ze hier eigenlijk een beetje fun gebruikt. Maar ze zijn heel erg mooi om klassieke, elegante kaarten voor te maken. We gaan verder. De achtergrondjes van de gnomes heb ik gemaakt met inkt, zoals je wel ziet. Ik heb lekker gespeeld met mijn inkten en met modeling paste. De inkten welke ik heb gebruikt zijn deze. De Nuit, de Nacht van IJsink en de Mer du Sud. Deze werken hetzelfde als de Distress inkten van Tim Holtz, van Ranger. Dus je kunt ze gebruiken met water. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb er ook water opgespoten en afgehaald. Dat zie je aan die witte stipjes. Het is natuurlijk goed gestopt met alles wat ik erop geplakt heb. Maar dat gaf wel een leuk effect. Ik heb dus ook stencils in de achtergrond gebruikt. Zoals je wel ziet, deze stralen en de rondjes. En ook de sterretjes. Dat zijn allemaal oude stencils uit mijn voorraad. Als ik het nog terug kan vinden, dan zal ik de linken erbij zetten. Maar ik verwacht dat ze niet meer te verkrijgen zijn. De sentiment, het tekstje, Hallo Winter, komt van de kerstpost stempelset van Craft Lab. En het sterretje waar ik het op gestempeld heb, dat is een stanzen set van de DIY Art Bin Store op AliExpress. De vrolijke gnomes, die heb ik uitgeknipt uit plaatjes van een Bella Lulu set. Maar dat is al een hele oude knipvel van hun. Kon ik ook niet meer terugvinden. Dus ik heb geen idee hoe die heten. Maar ja, dat blauw en dat rood was zo leuk met het papier. Verder zie je dus wat plastic sneeuwvlokken, zoals je wel ziet. Super schattig. Dat is van dat strooien, ja, table scatter, wat je op je tafel kan strooien met kerst. En daarin heb ik pareltjes geplakt. Die vind ik echt super mooi. Blauwe, beetje pearlescent zijn ze. Die komen ook weer van Craft Sensations van The Action. Dus ja, dit zijn mijn twee kaartjes voor jullie van vandaag. Dag 6 van de Advent Collaboration. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. Ik ben benieuwd naar jullie reacties hieronder op deze video. En ik hoop dat ik jullie morgen weer terugzie voor dag 7. Bedankt voor het kijken. Fijne avond nog.